me goed dat we deze ronde Danny Makkely geen cijfer konden geven, Bart. Want die had stijf onderaan geëindigd. Op 3, Kevin Jansen. Terug na een knieblessure. Belangrijk op het middenveld en dicht bij een doelpunt. 7.1 is zijn cijfer. Op 2, de nieuwe doelman van ADO Den Haag. Overgekomen van FC Nordsjælland. Martin Hansen kan keepen. Heeft de looks, een goede low kick. En houdt ook de ballen tegen. Aan het doelpunt kon hij deze speelronde niks doen. En op 1, de man met loopvermogen, Dion Malone, rechtsback. Kan ook op het middenveld, trof zelfs de lat. Dicht bij een doelpunt dus en daarom hij terecht op 1. 7.6 is zijn cijfer. In het algeheel klassement, Malone op 1, Hansen op 2, Jansen op 3 en een eervolle vermelding voor Johnny Zuiverloon. Speelde door met pijnstillers. Hij op 4, Meijers op 5. Wil je de volgende keer op mij stemmen? Stem dan hier.